Goedemorgen, goedemiddag. Ik zei goedemiddag, ja. Hoor die vrouwtje niet? Nee? En daar hebben we mijn prinsesje, ja. En daar hebben we onze andere meneertje op de bank. Ja, het is vrijdagmiddag, lieve vrienden. En ik zeg een hele goede middag. Straks komt mijn vriendin weer, zeker mijn zusje. Pleegzusje is het eigenlijk, hè? Ja. Maar ze is ook mijn vriendin. Ja. En we zijn eigenlijk alles van elkaar. Zo voelt dat. En ik ben even met koffie bezig voor mezelf. En ik ga een broodje maken. Eerst een bak koffie. En vanochtend vroeg was het mistig. Het is nou eigenlijk weer helder. Maar nou regent het om de avond wel. Ja, wat deed er liever. Het is allebei vocht, hè? Ja, en allebei slecht voor de mens. Vocht. Ja, je gewrichten, je spieren, noem maar op. Maar ja, wat doe je eraan? Twee keer niks. Nee. Maar dan ga ik. Ik zal eigenlijk vandaag ook nog wat verder gaan met de kerstspullen. Maar mijn lichaam wil nog steeds niet. Dus ik hoop dat het morgen kan en anders sowieso zondag weer. Want ik zit er gewoon, het moet weg, weet je. Weg, weet je, die troep. Ruimte. Spullen weer normaal. Weer het normale leven. Ja, maar normaal. Voor mij is het daar niet normaal zonder mijn man. Nee. Maar in ieder geval, ik wens een ieder een heel fijn middag toe. Geniet ervan, wat je ook gaat doen. Of je nou werken moet of niet, maakt allemaal niks uit. Maar geniet gewoon van de kleine dingetjes. Doe ik ook, probeer ik ook. Ik geniet al van mijn diertjes. Dus dat is al iets heel goeds. En degene die het me niks vindt, ik weet. En dat vind ik ook niks. Ik vind dat die man maar aangelijnd moet worden in plaats van wat hij wil. In Zeeland, met de katten. Hij wil dat de katten dus aangelijnd worden. Nou, hoe haal je het in je hoofd? Oké, met een raskat, dat misschien wel zaken dat die aangelijnd even naar buiten mogen. Hè, mijn moeder had ook raskatten. En die werden ook aangelijnd. Die konden ook zo niet naar buiten, want dan werden ze gestolen. Dus ja, ze wouden toch wel even naar buiten, weet je. Dus dan maar aan het lijntje. En maar een normale huis aan een keukenkat kan je dat niet aandoen. Niet wanneer ze dat niet gewend zijn. Kijk, vanaf kitten af zeg ik, oké, dan kan je dat aanleren. Maar een volwassen kat, dat gaat niet. Laat hij eventjes in zijn kamertje daar van boven kijken. Dan gaan we hem ook maar aanlijnen. Ja, kijken hoe hij dat vindt. Toch? Maar ja, wat doe je eraan? Twee keer niks. Ik hoop niet dat hij ze gelijk krijgt. Want er zijn vragen gesteld aan de mensen. En die vonden het allemaal maar niks. Ja, dus laten we het hopen dat het goed komt daar in Zeeland. Want dit is niks. Mensen, tot later. Ja, een hele goede morgen, lieve vrienden. Ja, het is al nacht, hè. Het is even zien op mijn computer. 2:51. Ik kijk die kleine meid hier eens kroelen. Oh, zo lief, hè. Ja, en een liefdesbijtje nog een keer. Ja, tuurlijk, dat kan allemaal. Ja hoor, dat kan allemaal, hè, wijfie. Ja. Ja, ik wou dit toch even laten zien, hè, hoe lief en aandoenlijk ze kan zijn. Hé? Ja, wat is dat allemaal, hè? Ja. Oh. Ja. Dat, we gaan straks lekker naar bed. Het is al laat. Ja, midden in de nacht.
bijna 3 uur, dus ja, eventjes nog een wijntje voor het slapen gaan. En dan zeg ik morgen weer een dag, morgen, oftewel vandaag eigenlijk al, zaterdag, ja, ja. En mondjes nog buiten, die moet ik nog binnen laten. Ik zou zeggen, wel trusten voor degene die ook laat gaan. En tot later deze dag. Doei, doei, doei. Ja, lieve vrienden, het is zaterdag en het is loopt tegen 6 uur aan. Ja, zaterdag tegen de avonden, ja. Ik ben vandaag eventjes weg geweest. Ik heb jullie weer meegenomen met mijn Progo-camera. En ik hoop dat het een gezellige vlog gaat worden al met al. Ik ben even bij een tatoeëerder geweest. Ja, ik heb hier dus een tattoo. Met hoe noem je dat? Een sterrenbeeld van mijn jongste dochter. Maar hier komt een hele mooie te zitten aan die kant. Het portret van mijn man. Ja, van mijn geliefde man. Dat wou ik graag en hij heeft het nou eindelijk klaar en die laat ik dus plaatsen. Ik wou er toch nog een roosje erbij. Het was eigenlijk de bedoeling een hele rooster om achter hem van rozen. Maar nee, dat wordt een beetje te. Maar nou komt er onderaan zijn hals komt er een rooster zitten. En dat lijkt me wel mooi, maar dan moest ik even bespreken en even bekijken en of het inderdaad wel op mijn man leek, et cetera. Want ja, het is wel een kunst op zich, hè, een portret tekenen. En je moet het maar kunnen. Ja, een heleboel kennen dat niet en dan betaal je eigen groen en scheel. En ik vind dit wel meevallen. En nou moet hij die roos nog bij tekenen en hij heeft nog meerdere klanten natuurlijk, dus dat gaat allemaal door. Maar in ieder geval, daar heb ik jullie mee naartoe genomen. Maar daarbinnen mocht ik niet vloggen. Enkel op dat moment dat het bij mij wordt geplaatst. Dan probeert hij het eventjes te vloggen. Want hij wil er zelf niet op. Logisch. Aan één kant. Maar ja, hij houdt er niet van om in de bekendheid te komen. Maar ja, hij moet ook zo weer denken. Het is toch reclame. Ja, maar nee. In ieder geval, ik heb jullie daarmee naartoe genomen en ik hoop dat jullie dat leuk zullen gaan vinden. Als het eenmaal straks klaar is, ja. Ik heb even een rondje stad gedaan, ook dat zullen jullie zien. Ik heb even nog bij een vriendin staan te praten, die daar hier op de markt altijd staat. Maar ja, jullie zien haar wel, maar geen geluid, want het is mijn pro-camera en die zit in zijn huisje. Dus ja, dat horen jullie niet. Maar dat maakt niet uit. Nee hoor, het is gewoon gezellig en leuk. Ja, en daar gaat het toch om. En ja, hier ook mijn hondje op de achtergrond. Ja, maar ik heb hier nog zo'n heel lief klein prinsesje. Ja, ze zegt dan miauw, miauw. Hé? Ja, wat een dikkie, hè? Wat een dikkie, hè? Ja, ons prinsesje. Hé? Ja, en mijn hondje natuurlijk nog. Dat was mijn hand voor mijn camera, maar daar kan ik niks aan doen. Hé? Hier hebben we nog zo'n lief beestje, hè? Oh, lekker lief beestje. Oh, wat een dikke doosje, lekker kroelen. Ja, ja, lekker kroelen. Ja, maar oké, lieve vrienden, ik ga dit weer eventjes sluiten en ik kom later wel weer terug. Ja, tot later.
Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer eventjes. Heel eventjes, ja. Ik hoop dat jullie deze vlog weer heel erg leuk vonden met mijn Proco-camera. Het was wel een heleboel gewiebel, et cetera. Maar dat heet je met de Nederlandse bestrating, hè. En vooral in die stad waar wij wonen, ja. Of tenminste waar ik woon. Ja, de gemeente laat het wat dat er gaat, hè. Dat, ja, ik zou zeggen, veel plezier met kijken. Vinden jullie hem leuk? Dan zou ik zeggen, geef even die duim. Klik even op die bel. En dan krijg je de berichten tenminste binnen dat ik wat plaats. En als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan ook. Want het is gratis, dus dat wil men nog meer. Iedereen wil toch dingen gratis? Nou, dat kan. Ja, ik heb nog kerstversiering. Ja. Maar mijn keukenraam is ook klaar. Ja. Komt vanzelf. Maar ik zou zeggen, maak er een feestje van. En ik zie je later. Doei.